Onze koningsbaan daarvoor gaan we naar België. Daarvoor gaan we naar de Vlaamse Zwemfederatie. En de nummer 1 van de series van morgen komt uit België. Zwemt op de koningsbaan. Bedankt Stijn voor de tijd. Dit weekend heb je ongelooflijk mooie races gezwommen. Gisteren PR op de 50 graden, als ik me niet vergis. Ja. Dan de 100 vrij beste tijd van het jaar eigenlijk. Ja, het seizoen is. Ja. Als je over van januari. Als je van het jaar 2015 kijkt, ja. En dan vandaag twee keer heel dicht bij de Olympische limiet. Ja. En ook mijn beste tijd van het jaar. Dus wat gaat er dan door je heen vandaag als je aantikt? Ja, het is dubbel. Je moet op zich blij zijn dat je deze tijden nu al zwem. Omdat het zeker niet de bedoeling was. We hebben gewoon, het is nu de bedoeling om gewoon te kijken wat ben ik nog waard na een EK klimbad. En ja, dus daar op dat vlak ben ik blij. Maar vlak van ja, ik zwem twee keer gewoon net erlangs. En er had zoveel meer in kunnen zitten. Ik had gewoon al ja, mijn Olympisch ticket vast kunnen hebben. Ja. En wanneer zou nu je volgende piek zijn? Wanneer zou je dat Olympisch ticket toch? Volgende moment dat ik probeer is normaal gezien, als er geen problemen zich voordoen, is op de Diamond Race en de Vlaamse. Dus februari, maart. Twee weekend achter elkaar. En dan ja, mij ook plaatsen voor EK en dan werken we naar mij, EK en BK. Er is momenteel een grote groep, een goede groep van Belgische 200 meter slagzwemmers, 200 meter vrije slagzwemmers. Denk je dat het zal volstaan om de limiet te zwemmen of denk je dat je harder zult moeten zwemmen?
om een individueel ticket te behalen? Ja, er zijn heel veel goeie nu. In België zijn er 5 voor 2 tickets. Dus het is altijd moeilijk, maar ik denk de limiet zwemmen misschien net niet, maar het zal niet veel rap moeten zijn. In een eerder interview met Marnik heb je gezegd dat je na dit seizoen er een punt wilt achterzetten. Ja. Maar gezien de prestaties van de voorbije week en ook vandaag, zou het bijna zonde zijn om te stoppen. Zet je er nog altijd even... Ja, ik ben er nog altijd zeker van dat ik mijn carrière wil ik eigenlijk op een hoogtepunt afsluiten. Ja. Ik wil niet zo, ja, ik doe volgend jaar nog mee en dat is misschien dan net niet, je weet het nooit. Maar, en dan het jaar daarna weer proberen en dan weer proberen om misschien zo in de achterste regio op een BK te eindigen, dat wil ik niet. Ja. Ik heb dat ook vroeger altijd gezegd, ik wil op mijn toppunt eigenlijk afscheid nemen. Het gaat sowieso zwaar zijn om te vertrekken op een hoogtepunt, maar het is beter zo dan dat ik eigenlijk mijn slecht gevoel stop en zo. Klopt het dat je intussen verloofd bent met Sarah? Ja, ik ben sinds augustus verloofd met Sarah. Dus na de Spelen? Na de Spelen maak ik daar mijn werk van, om daar een gelukkige vrouw van te maken. Uh-huh. En om mijn verdere leven mee op te bouwen. En de komende 2 weken vakantie? Ja. Plannen? De komende week zal ik nog heel veel alleen zijn, dat Sarah nog moet werken. En dan een weekje samen alleen thuis, misschien gaan we een keer 3 dagen weg, dat weet ik nog niet. Maar ik blijf normaal gezien in België, op mijn gemak, mijn vriendin, mijn verloofde nu. En familie, echt gewoon zo batterijen opladen voor de rest van het seizoen. Bedankt, veel succes. Ja, dank je.